12 docenten van profiel bouw, woon, interieur bezig om zich in te leren lezen over het profiel, interieur en design. En die worden door onze trainer meegenomen in deze voor sommigen nieuwe wereld, zodat zij dat ook weer aan hun eigen leerlingen kunnen uit gaan dragen. Nou, we hebben gekozen om deze school, Nimeto, daar de training te geven. Omdat dat een van de mbo-scholen is waar de leerlingen naar door kunnen stromen. En voor zo'n profiel als interieur en design is dit wel een hele mooie en creatieve omgeving. En voor de vmbo-docenten natuurlijk altijd leuk om te zien hoe dat dan weer op een mbo-school werkt. Het einde van dit schooljaar dan gaan wij starten met het keuzevak. Ja, interieurontwerp en design. En ja, ik wilde er gewoon iets meer over weten. Hè. Je moet als docent toch wel een beetje vakoverstijgend zijn, zeg maar, naar de leerlingen toe. En ja, ik voelde me eigenlijk daar nog niet echt zeker over. Dus het idee was om hier in ieder geval inspiratie op te doen door deze cursus. En ja, ik denk dat wel zeker gelukt is. Aan de ene kant leren docenten zelf een interieur ontwerpen en krijgen ze de theorie mee en ook een stukje praktijkvaardigheid daarin, waar ze op moeten letten en waar ze ook leerlingen in kunnen bijsturen. Ze krijgen natuurlijk ook tips van de trainer mee die dat interieur ontwerpen in de dagelijkse praktijk doet. Maar al die werkvormen en die opdrachten die ze hier doen, kunnen ze natuurlijk straks ook weer in hun lessen gebruiken. Dus ze hebben eigenlijk meteen hun les voorbereid. Nou, ik vind het heel leuk om, hoe ga je nou, hoe krijg je nou een goede onderwerp waar die kinderen en leerlingen daar ook lol in hebben. Tot nu toe heb ik ben zelf thuis aan het verbouwen en ik heb een kast, dus toen hebben ze dat als onderwerp gekregen. Maak eens een ontwerp voor die kast, voor die ruimte. En nu hoorde ik net zo van, ontwerp je eigen huis. De meeste leerlingen gaan toch over 3-4 jaar gaan die zelfstandig wonen, denk ik. Nou, en ontwerp dat nou eens en hoe zou je dat dan willen dat het eruit zag? Wat we hopen is dat de docenten voldoende handvaten krijgen, inzichten krijgen om dit weer aan hun leerlingen over te dragen. Want daar gaat het uiteindelijk om. De leerlingen moeten daar mee aan het werk straks.